Dat heeft voor mij zoveel betekend, want wij mochten alles. Ja. Doen, 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 doen. En eigenlijk is dat het vak. Ik ben van lichting 2019. Ik heb het echt als heel prettig ervaren, maar jij komt van lichting... 1982. Dus waarschijnlijk ook een hele andere school geweest. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ik was 18 toen ik op school kwam. En ik heb eigenlijk, ja, daar heb ik eigenlijk... Dat heeft voor mij zoveel betekend, want wij mochten alles. Ja. Nou, het was eigenlijk één totale chaos. We kregen les van bijvoorbeeld Robbie Muller, Judith Hetsberg. En voor de rest mocht je het zelf uitzoeken. Je kreeg een camera. En daarom hebben we dus al die regels nu gekregen. Ja, nou ja, die regels heb ik pas later geleerd. Ik heb daar eigenlijk alleen maar geleerd hoe mooi het is als je dingen kan verbeelden. En als je je eigen stem kan ontdekken. Dat heb ik eigenlijk op de filmacademie geleerd. Tof. Maar daarna heb ik het vak pas echt goed geleerd. Dus ik denk dat het nu een beetje andersom is. Ja, dat gevoel heb ik. Nou ja, je leert nog steeds. Ik benoem het altijd alsof de filmacademie ook een soort rijles is. Rijden leer je ook pas nadat je je rijbewijs hebt gehaald. En dat voelt ook nu nog steeds zo. Maar dat zal waarschijnlijk ongetwijfeld anders zijn geweest ook in die tijd. Maar ik denk dat dat niet zozeer is veranderd. Want volgens mij, de filmacademie geeft je gewoon genoeg ruimte. Genoeg speelveld. En als het vak leer je echt daarna pas. En ik denk dat het altijd de bedoeling is geweest, denk ik. Om gewoon hier op je bek te gaan. Ja. Te leren. En te groeien. Ja. En dan daarna gewoon het toe te passen. Ik merk nu wel dat de angst voor het veld of de verantwoordelijkheid die je hebt in het veld, dat wel wat groter is. Ja, ja, dat snap ik wel. Het is meer, ik denk dat het nu meer een ambachtsschool geworden is. Ja. Dat je het ambacht hier echt goed leert zonder dat je natuurlijk is het ook creatief. Maar in ons geval was dat eigenlijk, dat schortte ook wel aan. Ja. Ja, maar dat was ook weer een voordeel. Daar zat ook wel een schoonheid in. Ja, ja. Zeker. Ja. Ik denk dat dit de periode is dat je echt kan experimenteren en dat je fouten mag maken. En dat je daar echt heel erg veel gebruik van moet maken. Dat je echt aan het leren bent op school. En dat je niet heel erg bezig bent met wat je moet gaan worden en wat je later moet gaan doen. Of wat mensen van je verwachten. Wat mensen van je verwachten, ja. Ja. Ik denk dat je ook echt je hart moet volgen. En het klinkt cliché, maar je moet eigenlijk blijven maken. Doen, 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 doen. En eigenlijk is dat het vak. En dat is ook niet meer wat de filmacademie geeft. Het is gewoon, je hebt hier een speelveld om gewoon te doen. En ik denk ook dat na het afstuderen, dat je dat nog steeds moet blijven doen. Ja, dat denk ik ook.